Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. Ik ben Mike Hoijveld en dit keer zit niet naast, tegenover mij Erik Middelkoop, maar naast mij Erik Middelkoop. Ja, dankjewel Mike dat ik weer mag aanschuiven. Wij zijn te gast bij Benji en dat is niet zonder reden, want we zitten bij de nummer 26 van de wereld, Jeffrey de Zwaan. Jeffrey, welkom in onze podcast. Ja, dankjewel. Nou, ik stel voor dat we gewoon weer meteen gaan beginnen bij de opvallendste dingen van deze maand. Ja, dat is toch dat de PDC-kalender is online gekomen. En eigenlijk het grootste wat opvalt is dat we naar Leeuwarden gaan voor de Player Championships. Ja, we gaan dit jaar naar het noorden van het land. Het is weer eens een keer wat anders. Net als de WK-qualifier dit jaar is Leeuwarden de place to be in Nederland geworden voor het komende kalenderjaar. Wat wel opvalt is dat het eigenlijk in hetzelfde weekend valt als de Development Tour. Ja, dat kan voor sommige spelers jammer zijn. Maar het is niet anders. De kalender heeft het zo uitgewezen. Nou weten we dat Jeffrey natuurlijk ook de Development Tour speelt en ook een tourcard heeft. Wat vind jij eigenlijk van zo'n verandering? Dat de Player Championships worden gepland in het weekend van de Development Tour? Ja, ik denk dat je dan toch een keuze moet gaan maken. Kijk, je hebt sommige tourcardhouders, net als bijvoorbeeld als Geert Neentjes. Ja, die staat hoog op de Development Tour. Ja, dan zou hij een keuze moeten maken. Want er staat ook een WK-plek op voor de eerste twee volgens mij. Ja, dat zeker. Verder wat opvalt in de kalender is dat ondanks het afscheid van Barneveld twee Premier League avonden terugkomen. Is dat een goede zaak of hadden ze beter terug kunnen gaan naar één avond? Nou, ja, ik denk dat je de fans van Ahoy gaat vragen dat die het prachtig vinden dat het twee avonden is. Ik sluit me daar als Hollander daar wel een beetje bij aan. Gezien het feit dat ook de contenders waarschijnlijk weer gewoon gaan blijven. Volgens mij is dat al wel zeker. Ja, vind ik het prachtig. Ja, over contenders gesproken. Het was een heet avondje tegen Rob Cross in Ahoy. Het was zeker een hete avond. Nou ja, kijk, ik begon onwijs goed. Hè? En je ziet Rob Cross steeds sterker worden. Ja, en op een gegeven moment gaat hij eroverheen. Dat was jammer, maar het was wel een echt onwijs mooie ervaring om daar te staan. Hoe is het om 15.000 in oranje geklede fans jouw naam te horen schreeuwen? Ja, dat was echt een kippenvel moment. Als je je naam hoort, het is zo'n geluid wat naar het podium toe komt. Ja, dat geeft echt een partij kippenvel. Dat is echt niet normaal. Is het dan nog lastig om bij lek 1 dat gelijk weer van je af te schudden? Of neem je dat in het begin van de partij toch nog even mee? Nou, je neemt het zeker mee hoor. Maar het is wel lastig om, want je wil natuurlijk ook nog eens presteren. Dus die druk heb je dan ook nog wel. Maar goed, het is gewoon zo bijzonder om daar te mogen staan. En ik hoop misschien volgend jaar ook nog. Ja, hopen. Ik weet natuurlijk niet wat voor keuzes de PDC gaat maken. Maar als je kijkt naar je afgelopen jaar. Natuurlijk, wat hij meenaat, doet het ook goed. Maar vind jij dat jij volgend jaar gewoon weer als contender in Ahoy aanwezig moet zijn? Nou ja, moet zijn weet ik niet. Kijk, dat is een lastige stelling. Maar laat ik zo zeggen. Ik hoop dat ik daar weer mag staan inderdaad. Ja, want ik denk zeker. Als jij kijkt naar jouw major ervaring tegenover van alle andere Nederlanders. Kijk, Raymond Stop natuurlijk is, die staat buiten beschouwing. Kijk, Michael is natuurlijk al zeker van de Premier League. Maar jouw major ervaring en hoeveel jij kan komen op meest wat je plaatst, dat jij meer recht hebt op een Premier League plek dan wat hij meenaar bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk ook wel dat ik, doordat ik op tv natuurlijk wat beter heb gepresteerd als je meent, dat ik misschien iets meer recht op heb. Ja, dat weet ik ook weer niet. Maar ja, dit is de keuze van de PDC. Ja, daar heb ik eigenlijk niks over te vertellen natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En wellicht dat de komende maanden nog allerlei jokers uit de hoed gaan komen waar we nou nog geen weet van hebben. Dus we zullen nog even af moeten wachten, maar wij zien je uiteraard graag in Ahoy weer terug. Ik zelf ook. Wat er verder nog op de PDC-kalender is, dat er afgelopen jaar waren er nog 13 Eurotours, waar er nog één van gespeeld moet worden tijdens de opname van deze podcast. Volgend jaar zullen dat er maar 12 zijn, maar wel in 7 verschillende landen. En het opvallend is dat er ook weer één naar Hongarije gaat. Of is die nieuw? Nou, Hongarije is nieuw. Het zijn overigens niet 7 verschillende landen, maar er zijn er 7 in Duitsland. Eurotour natuurlijk voor de grap ook wel eens de Duitsland-tour genoemd. Ja, persoonlijk vind ik het jammer dat bijvoorbeeld Kopenhagen en Praag nog niet op de kalender staan. Er moet natuurlijk nog één toernooi vergeven worden, maar ik denk dat Praag een succes was. Ik had die graag teruggezien. Hetzelfde geldt voor Kopenhagen. Goed, ik begrijp de PDC wel dat ze dat vaak in Duitsland willen doen. Ik had het graag wat meer verspreid over meer landen in Europa gezien. Je ziet toch in bepaalde landen steeds meer spelers de neuzen aan de vensters aan het steken zijn. Ik denk dat het goed is als je in die gebieden verder wil ontwikkelen. Ja, dat zo'n Eurotour daar natuurlijk een perfect podium voor is met een aantal home nation qualifiers. Maar goed, misschien moeten we daar nog iets langer op wachten. Je hebt je dit jaar 8 keer gekwalificeerd voor de Eurotour. Dat doen jullie via de Eurotour qualifiers Europa. Dus zeg maar alles buiten Groot-Brittannië. En de Australische spelers uiteraard. Wat vind jij daar eigenlijk van? Want we zien vaak dat de gemiddelden over jullie toernooi zijn hoger. Je kan in de eerste ronde Van Barneveld treffen. Je kan echt hele grote namen treffen.
Hoe kijk jij er eigenlijk op terug? Je bent er zelf ook een keer afgegaan met 113 gemiddeld in, voor een plekje op de Eurotour. Ja, het is lastig om daar wat van te zeggen. Kijk, de Engelsen hebben natuurlijk ook 18 plekken in plaats van dat wij maar 6 hebben. Dus wij hebben het eigenlijk wel eigenlijk het moeilijkst, denk ik. Alleen ja, of ze dat bij elkaar moeten voegen, ja, weet ik niet. Ik vind het zo ook eigenlijk wel prima. Had je er ook zo over gedacht als je je van die 8 keer misschien maar 2 keer geplaatst heeft? Ja, dan had ik misschien een andere mening gehad inderdaad. Ja, kijk, nu heb ik heel veel geplaatst en dan speel ik natuurlijk ook het EK. Dus ja, dan is mijn mening sowieso anders dan iemand die daar eigenlijk helemaal niet staat. Ja, nou, ik vind het ook wel keurig dat je dat zo zegt. Ik bedoel, ik denk dat je als speler ook niet te veel in dat soort dingen moet blijven hangen en erbij neer moet leggen zoals het nu is. Nee, klopt. Maar aan de andere kant ben ik ook wel van mening, als je de nijtjes naar elkaar gaat leggen, dan zijn er 12 spelers in de UK qualifier geweest die zich voor 6 of meer Eurotours geplaatst hebben. En via de Europese qualifier zijn het er maar 3. Dus als je het die manier naast elkaar legt, ja, vind ik het toch wel een beetje oneerlijk voor de Europese tourkaarthouders. Zeker gezien op de Eurotour hoop prijzen geld te verdienen. Pro Tour ontzettend belangrijk als kwalificatie-eis voor de tv-toernooien. Zeker weten, ja klopt. Ja, over de Eurotour gesproken, je hebt natuurlijk meer qualifiers. De Home Nation qualifier heeft vast 2 plekken. En die andere qualifier voor mensen van de Challenge Tour of van buitenaf, die heeft ook 2 plekken. Als er iemand afzegt, schuift de ranking 9 van de 10 keer niet door, maar gaan die naar de Home Nation qualifiers. Wat vind jij daar eigenlijk van? Je ziet een hoop jongens zonder tourkaart, vaak eerste ronde eruit, wel us tweede ronde door. Maar je hebt ook mannen die thuis zitten, Ron Beulenkamp zit thuis bijvoorbeeld. Wat is jouw mening daarover? Ja, ik denk dat ze die plekken eigenlijk wel meer naar de tourkaarthouders mogen schuiven. Kijk, eerlijk is eerlijk, wij staan natuurlijk voor de tv-toernooi te gooien. En ja, als iemand daar zo staat die eigenlijk niks te zoeken heeft, laat ik zo zeggen. Ja, dan is dat gewoon zuur voor degene die thuis zit. Ja, ja, hoe je bent of keert. Er gaat ranking money naar spelers die niet op de tour natuurlijk te zien zijn. En nemen dat weg van de spelers die wel op de tour hun brood gewoon moeten verdienen. Aan de andere kant, ja, ik begrijp natuurlijk dat ze een aantal lokale helden op zo'n podium willen hebben als de PDC zijnde. Maar ook daar kun je inderdaad van afvragen of het in het hele systeem de meest eerlijke variant is op deze manier. Maar goed, het is zoals het is. Nou ja, goed, vorig jaar is ook niet dat op het moment dat het kalender uitkwam besloten hoe de qualifiers eruit gaan zien. Dus wie weet verandert dit jaar ook nog. Nou, we gaan nu bij de Eurotour blijven en we gaan terugblikken. En dat doen we meteen met het Austrian Dart Championship. Sujovic wordt in eigen huis. Ander walk-on-nummer, kreeg het publiek meteen mee. Ja, Sujovic kan misschien toch net eventjes iets meer met het publiek achter zich. Maar goed, ik denk ook gewoon dat hij een heel sterk toernooi heeft gespeeld op zijn Sujovic. Wat opviel is dat Vincent van der Voort een enorm goed weekend had. Hij moest, want hij was voor de andere, nu weten we dat hij voor de andere 3 ook niet geplaatst is. Toen wist hij voor 2 dat zeker. Maar ja, op deze manier staat hij wel weer op het EK. Ja, dat is misschien dat Jeffrey Vincent beter kent dan ik hem ken. Maar ja, ik heb wel het idee dat als Van der Voort zich moet plaatsen, dat hij dan toch altijd net even wat meer kan dan dat de drukte wat minder op staat. En ook dit keer weer met die halve finale speelt hij in één keer zijn kwalificatie voor en de World Grand Prix en het EK zeker. Is dat ook een beetje hoe jij Vincent kent? Of? Nou ja, kijk, ik ken Vincent natuurlijk al langer, want ik zie hem natuurlijk best wel regelmatig op de Tour. En eigenlijk... Ik vind Vincent altijd best wel sterk spelen. Elke wedstrijd speelt hij altijd best wel heel sterk. Alleen heb net een paar kleine momenten waar hij het dan net laat liggen. En dat het dan net niet de wedstrijd naar zijn toe haalt, zeg maar. Ja, en dat is eigenlijk een beetje de struggelpunt van der Voort eigenlijk. Maar als hij op dreef is, ja, dan berg je dan maar. Wat opviel dat weekend, hij speelde heel goed. Alleen hij kwam tot tegen Sujovic te spelen. Gewoon nu op zijn telefoon te kijken. Wat vind jij van dat incident? Ja, ik vind het wel heel grappig. Kijk, we weten hoe Vincent is. Ja, dat is Vincent. Ja, een soort van scheid aan alles. En ik vind het wel grappig. Alleen ja, ik weet niet of de PDC er zo blij mee is. Ja, moet hij zich zorgen maken voor een boete, denk je? Dat weet ik niet, maar ja, ik denk het wel. Wat vind je ervan dat hij zo'n statement maakt? Vraag voor beide heren. Hij maakt een statement. Het duurt erg lang met Sujovic. Het duurde die beurt ook erg lang. Vooral naar Jeffrey toe. Je hebt Justin Pipe, Mickey Mansell. Ik noem even 2 namen. Die zijn ook vrij traag. Je ziet van dat het echt een statement maken. Want het duurde echt inderdaad lang. Hij liep terug 2 keer vingerpoederen. Wat vind je daar zelf van?
Ja, kijk, het is ook natuurlijk een mentaal spelletje geworden. Hè. Kijk, dat kan iedereen wel, hè, mits je veel traint, kan iedereen best wel redelijk een pijltje gooien. Alleen ja, het is nu, de laatste tijd is gewoon meer mentaal geworden. En ja, hoe ga je daarmee om? Dat is de vraag. Nou, ik denk dat Vincent dat weekend in de laatste avondsessie er wat moeite mee had. Zeker, hij kwam ook Cameron Menzies tegen. Die was heel druk, liep verkeerde kant van het podium af, heel enthousiast. En je zag Van der Voort echt moeite hebben om zijn concentratie te behouden. Hoe pak jij dat dan aan? Ja, het is lastig te vertellen. Kijk, de ene speler moet je misschien net wat meer tijd nemen en ja, tegen jezelf zeggen van blijf gefocust en blijf geconcentreerd. Bereid jij je altijd voor op je tegenstander? Ik bereid me altijd wel voor op mijn tegenstander. Ik kijk altijd wel tegen wie ik moet. En vaak heb ik eigenlijk ja, tegen iedereen wel een keer gegooid, dus ik weet wat ik kan verwachten. En ja, het is ook een beetje kijken naar anderen. Kijk, je gaat eens af en toe wedstrijden kijken en dan zit je gewoon op te letten van ja, wat doet hij of wat doet hij niet. Hè. Je kan een paar trucjes uithalen, dat kan ook nog. En daar moet je gewoon op voorbereiden. En word je dan toch nog wel eens verrast dat iemand iets uithaalt waarvan je denkt, hé, dat had ik van jou niet verwacht? Oh ja, zeker. Ja hoor. Dat heb ik best wel vaak meegemaakt dat ik denk van, hé, dat had ik niet van jou verwacht. Maar goed, daar moet je ook mee om kunnen gaan. Heb je zelf ook een trucendoos die je wel eens opentrekt? Als iemand bij mij een paar trucjes doet, dan heb ik zeker een trucendoosje om wat terug te doen. Zeker weten. Zelf speelde jij ook in Oostenrijk. Alleen je kwam Michael van Gerwen tegen bij de laatste 16. Klopt, ja. Dat was wel een leuke wedstrijd hoor, want het ging best wel gelijk op. Tot 3-3 volgens mij. Alleen ja, dan zie je toch weer de klasse net van die nummer 1 van de wereld. Ja, en dan gaat hij de tunnel met 60-3 van nul. Je weet dat je hem kan pakken. Je hebt het al 2 keer op een meetje zelfs bewezen. Klopt, ik weet dat ik hem kan pakken. Alleen ja, het is net op de momentopname. Hè. Kijk, ik mis er volgens mij 1 of 2 pijltjes. Hij gooit net die hoge finish uit. Ja, en daar breekt hij aan mij eigenlijk. Ja, dan, hij gaat er vandoor met de winst. Ja, jij noemt de Menzies en Rodriguez als verrassingen. Maar mij is Adam Galblas toch wel erg opgevallen. 17-jarige Tsjech. Heb jij hem zien spelen, Jeffrey? Jazeker, ik heb hem de eerste ronde zien spelen en toen vond ik hem heel sterk spelen. En hij verloor de tweede ronde van Sujovic inderdaad, maar dit is zeker een jongen voor de toekomst. Nou, absoluut, we hadden het net eventjes over Eurotour plekken waar de PDC zou moeten landen. Ja, als ik dan zo'n talent uit Tsjechië zie komen, dan ja, denk ik, wat is er in Tsjechië allemaal nog meer? Doe daar een Eurotour en geef zulke jongens een podium. Op de European Darts Matchplay, waar we nu meteen naartoe gaan, stonden 5 Nederlanders, waarvan de 3 in de eerste ronde verliezen. Daar zijn Mike van Kuijhoven en Wesley Plezier, die verloren van Christian Koch. En Plezier verpruste eigenlijk zijn eigen kansen tegen Jamie Hughes. Ja, en Jeffrey, jij verloor eigenlijk ook in de eerste ronde. Klopt, ja. Ik verloor inderdaad van Wayne Jones. Ja, was een eigenlijk een voor mij gevoel een mindere wedstrijd. Ik kwam wel voor mij 4-2 voor. Alleen ja, ik verprutste het zelf ook. Nou, eigenlijk wat eigenlijk opviel dat weekend en wat eigenlijk dat weekend daarna ook opvalt, is dat Glenn Durrant 2 keer een kwartfinale en een halve finale haalt. Hij komt eigenlijk steeds een stapje verder. Zal het in Gibraltar wel raak zijn voor Durrant dan? Ja, het is een logische volgende stap als je gaat kijken naar wat Durrant allemaal aan het presteren is sinds hij de overstap naar de PDC heeft gemaakt. Door Players Championship heeft hij inmiddels al gewonnen. Ook op de World Matchplay heeft hij natuurlijk ontzettend goed gedaan. Het is eigenlijk wachten dat hij een titel gaat pakken die net wat groter is dan een vloertoernooi. Ja, het zou zomaar in Gibraltar kunnen zijn. Wat denk jij, Jeffrey? Heb je dit jaar al een paar keer tegen Durrant gespeeld op de Tour? Ik heb inderdaad een paar keer tegen Durrant gespeeld. Het is een hele sterke speler. Hij is ook vrij constant ook. Heel rustig. Laat niet zo snel van zich afbluffen. Maar ja, ik denk ook zeker dat hij best wel ver gaat komen nog, hoor. Had jij bij zijn overstap verwacht dat hij het van begin af aan zo goed zou doen? Aan de ene kant had ik het niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Aan de andere kant, ja, hij heeft natuurlijk ook gewoon 3 wereldtitels. Ja, dat zeker. Maar als je terugkijkt, hij had ook halve finale matchplay. Dat is eigenlijk hetzelfde wat jij hebt gedaan. Schat je een beetje... Jullie twee zijn eigenlijk een beetje dezelfde lijn aan het belopen. Ja, hij heeft ook net zijn toolkaart. Jij had vorig jaar ook net je toolkaart. Zeker, en in principe, ik denk dat we vrij gelijk liggen qua wedstrijden onderling. Dus ja, ik denk dat ik ongeveer wel een beetje op dezelfde lijn zit als Durrant. Nou, wat opviel op die Eurotour is dat Dirk van Duivenbode, nou ja, eindelijk eens een keer het was niet qua gemiddelde niet zijn echte niveau in mijn ogen, maar hij sleepte hem er toch uit. Hij pakt toch weer winst een rondje verder. Ja, hij raakt waarschijnlijk helaas wel zijn toolkaart weer kwijt. Gaan we ervan uit dat hij 1 dagje nodig heeft op Q School? Nou, ik hoop het. Dan moet hij even bij Jeffrey vragen hoe je dat moet doen. Maar van Duivenbode, ja, het lijkt erop
Tenminste, dat denk ik. Misschien dat Jeffrey dat beter weet. Maar dat hij een soort van zich er al bij neergelegd heeft dat hij zijn tourkaart toch weer gaat verliezen aan het eind van dit jaar. Maar dat hij daardoor nu wel wat vrijer aan het spelen is. Want je ziet zijn gemiddelde dus wat meer omhoog gaan. Hij wint ook weer wat wedstrijdjes. Ja, hij komt ook hier gewoon weer een rondje verder. Ja, afgelopen weekend speelde hij ook echt een wedstrijd. Hij stond voor mij echt te beuken samen met Gavin Price met z'n tweeën. Dat was alle twee dik boven de 100. Price volgens mij zelfs boven de 110. Ja, hij zit er echt wel in Dirk. We hebben het ook een keer op de UK Open gezien. Ja, ik moet zeggen dat Dirk ook best wel vaak pech heeft. Hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Kijk, hij is natuurlijk... Hij speelt bij mij in het team ook in de Haagse regio. Dus ik spreek hem ook regelmatig. Maar ik moet zeggen, ja, ook wel redelijk vaak pech. En ik moet ook zeggen, ik zie hem ook heel vaak. Dus ook in de competitie speelt hij ook echt de laatste tijd echt onwijs goed. Alleen ja, het komt er misschien nog net niet uit. Pech in de zin van lotingen met tegenstanders, verliezen met hoge gemiddels? Nou ja, laat ik zo zeggen, hij heeft altijd vrijwel een gemiddelde van rond de 95. Maar ja, gaat toch elke keer zitten. Dus eigenlijk allemaal steeds net niet bij Dirk. Het is steeds net niet, nee. Ja, hij heeft twee keer zich geplaatst voor een Eurotour. En dat was een manier dat je echt van zegt van, goh, die kan echt wel darten. Dat was echt dik boven de 100 gemiddeld. En hij liet echt zien wat hij waard is. En dan vind ik eigenlijk op het punt dat hij op de Eurotour komt. Ik weet niet wat hij zichzelf voor spanning oplegt. Maar je ziet de eerste drie legs 9 van de 10 keer echt goed gooien. Nou ja, die Walcorn is natuurlijk een en al adrenaline. Of dat nou zo goed is, dat laat ik even midden. Hij begint altijd goed. Dan is het echt tegen de 100 of boven 100 gemiddeld. En dan pakt zijn tegenstander een lek en het helemaal weg. Dan is de spanning er. Dan loopt hij meteen te balen. Een beetje wat Raymond ook heeft. Echt heel negatief komt hij over. Terwijl hij het eigenlijk helemaal in handen heeft. Hij heeft gewoon één klein lekje in. En dat verandert voor Dirk bijna zijn hele wedstrijd. Dat was in deze wedstrijd ook weer van toepassing. Dat klopt. En zo ken ik Dirk ook wel een beetje. Kijk, het is, zeg maar, als hij tot 3-4-0 voor staat en je wint dan misschien één lek tegen hem. Ja, dat kan dan bij hem eigenlijk een soort van paniek opleveren. En dan kan je alsnog de wedstrijd winnen. Je kent Dirk natuurlijk vrij goed. Tenminste, je hebt natuurlijk een hoop met hem samen getraind. Ook bij die hier bij Benji. Zijn Dirk en jij tegenovergestelde types qua darten? Ja, zeker. Dat denk ik wel, ja. Kijk, Dirk is meer van het beetje druk, beetje opgefokt, beetje adrenaline. En ik ben vrijwel rustig en kalm. En als je dan met elkaar aan het trainen bent, kun je dan daarvan van elkaar leren? Of doe je juist allebei helemaal je eigen ding en probeer je compleet af te sluiten van hoe de ander is? Nou, ik denk dat je gewoon meer je eigen ding moet doen, gewoon wat je gewend bent. Kijk, daar voel je je ook prettig bij. En dat zulke dingen zou je niet moeten veranderen, denk ik. Als je dan kijkt naar de weg die je bewandelt en allebei in 2018 weer opnieuw die tourkaart hebt gehaald. Nou, vanaf dat moment zie je bij jou de lijn echt sky high omhoog gaan. Nou, bij hem valt het toch een beetje tegen. Leef je dan met elkaar mee of is het als sporter gewoon vooral jezelf eerst? Nou ja, het is natuurlijk een keiharde wereld. Hè. Je staat er in je eentje, dus ja, het is eigenlijk voor jezelf eerst. Het klinkt misschien heel hard, maar ja, het is wel zo. Ja, Dirk die gaat er helaas af met tegen Adrian Lewis de volgende dag met 6-2. Ja, echt volledig kansloos. Ja, waarschijnlijk veel te veel spanning, want we weten wat hij in zich heeft. We hopen natuurlijk dat hij ook zijn tourkaart snel weer terug heeft. Ja, ik denk eigenlijk, voor mij kwam het als een verrassing. Hij heeft het hele jaar eigenlijk niet echt goed gegooid. Matchplay de 10-0 af tegen Ian White. Ja, wat hij op die finale dag allemaal deed, Joker, en dat was bijna te bizar voor woorden. Ja, absoluut. Echt bizar. De ene hoge gemiddelde na het andere hoge gemiddelde gooit hij eruit. Ik bedoel, hij wint van James Wade met een gemiddelde van bijna 104. En daarna in de finale heeft hij toch nog genoeg over om Van Gerwen er gewoon af te gooien. Van Gerwen in een Eurotour finale verslaan, dat alleen al is niet heel veel mensen gegeven. Ja, we hebben Joe Cullen dit jaar niet heel veel zo gezien, maar toen zeker wel. Ja, zeker die 170 finish tegen Van Gerwen, hij blijft zo kalm. Dat eigenlijk wat we bij jou ook terugzien op momenten dat het moet tegen Van Gerwen dan. Ja, het zijn best wel ruime cijfers hoe Van Gerwen eraf ging daar. 8-5 voor Van Gerwen. Meestal is het het laatste lek als hij eraf gaat. Cullen was zo goed die dag. Kijk, Glenn Durrant en James Wade gaan zeker niet de minste namen. Zeker niet wat Durrant af en toe op de Eurotour laat zien. Ja, moeten we echt gaan rekening houden gaan met Cullen? Of is het een beetje, net als van de voor een paar jaar terug of 10 jaar terug, heel goed? En dan straks een beetje top 32. Nou, kijk, Cullen, je hebt altijd wel richting de top 16 gegaan. Dat moeten we niet vergeten. Het is ook al een hele sterke speler. En ja, hij laat ze misschien niet vaak zien. Maar hij kan toch echt wel raar uit de hoek komen. Ja, als Cullen zijn dag heeft, dan is hij bijna onverslaanbaar. Ik bedoel, hij is ook zo iemand die zo ontzettend makkelijk die hoge scores weet te halen. En dan, als het moet, op die finishes ook gewoon rustig blijft.
Ik moet ook wel zeggen, de Eurotour dit jaar natuurlijk meerdere verschillende winnaars gezien. Bedoel, waar we 2 jaar terug nog eigenlijk alles verdeelden onder Michael van Gerwen en Peter Wright. Ja, zien we de ene na de andere winnaar nu een titel daar pakken. Is het ook een teken dat de top dichter, nog dichter bij elkaar is gekomen? En dat er gewoon ook meerdere spelers zijn die een toernooi kunnen winnen? Jazeker. Kijk, als je zeg maar kijk alleen al naar gemiddelde wat er op een tour wordt gegooid. Ook qua spelers misschien die misschien op plek 90 staan. Die gooi je ook gewoon misschien 105 keer, misschien 106. Ja, dan ga je, als je daar 90 tegen gooit, ga je er gewoon tegen zitten. Nou heeft Michael van Gerwen inmiddels 7 Eurotour events achter elkaar niet gewonnen. Toegegeven, hij speelde er maar 5. Maar toch, dat was nog niet gebeurd sinds hij zijn allereerste titel op de Eurotour haalde. Doet dat iets met het rest van het deelnemersveld? Dat iedereen toch een beetje de besef krijgt van oké, misschien is deze voor mij? Nou ja, ik denk zeg maar wel dat het een beetje te maken heeft met toen ik zelf tegen Michael speelde, dat ik 2 keer won op een major. Dat eigenlijk mensen een soort van in gaan zien, zeg maar, dat hij gewoon eigenlijk te kloppen is. En ik denk dat op dat moment ja, meerdere spelers denken van ja, als Jeffrey het kan, ken ik het ook. Ja, dan denk ik dat we de European Darts Matchplay wel redelijk besproken hebben. Dan gaan we naar de International Darts Open. 4 Nederlanders. Zelf tweede ronde eruit als geplaatste speler. Dus eigenlijk jouw eerste ronde. Geen geld voor de Eurotour ranking. Dat klopt. Dat klopt, ja. Dus geen geld voor de Eurotour ranking. Die had je eigenlijk kunnen winnen, hè? Qua naam. Als we naar de naam kijken, Joe Murden. Met jouw kwaliteiten. Die, ja, met mijn kwaliteit op papier, dan had hij inderdaad mij de winst gegeven. Alleen ja, het gekke was, soms heb je wel eens een dag dat het niet loopt. Ja, en dan ga je er gewoon alsnog af. Ja, Danny Nopper, die was als qualifier, verloor die in de tweede ronde met 6-5 van Daryl Gurney naar 3 gemiste matchdarts. Je ziet toch dat Noppert, zeker op podiums, heel veel moeite heeft met grote spelers. Hij mist nu weer 3 matchdarts. Tegen Anderson op de matchplay was het ook niet echt fantastisch. Had jij daar in het begin veel last van? Van de met dubbels missen? Ja, dubbels missen, spanning op het podium. Het is allemaal nieuw. Kijk, het is natuurlijk altijd wel spanning op het podium. Je hebt natuurlijk mensen achter je staan, mensen staan en zitten te kijken. Dus ja, je hebt toch altijd wel een bepaalde druk. En als er dan op dat moment toch op een dubbel komt te staan en hij moet erin. Ja, dan is het aan jezelf van hoeveel druk leg je jezelf op. Ja, en als je op een gegeven moment zoveel druk hebt dat je niet meer je pijl gewoon rechtdoor kan gooien. Ja, dan houdt het gewoon op. Nou, wat ik wel nog even wilde vragen aan jou, Jeffrey. Je hebt natuurlijk de afgelopen maand dan de 3 Eurotours alle 3 meegedaan. Ja, je schurkt op die Pro Tour ranglijst echt tegen die 16e plek aan. Ja, als je dan in die afgelopen 3 Eurotour toernooien net wat verder was gekomen, dan had je er misschien ook echt in gestaan. Nou, dan krijg je tegenstanders als Wayne Jones en Joe Murnen. Tuurlijk, het zijn goede spelers en ze staan er niet voor niks. Maar heb je dan achteraf niet zoiets van, ja, dit was echt een kans om die top 16 in te beuken? Nou ja, zeker achteraf dan denk ik van, ja, potverdorie. In principe had ik gewoon de top 16 kunnen staan inderdaad. En dan had ik eigenlijk de plaats van Gibraltar niet eens hoeven spelen. Tuurlijk, dat neem je altijd mee. Maar ja, je moet er ook niet te lang bij stilstaan. Want dan blijf je in een negatieve sfeer en dat wil je totaal niet. Maar is dat iets waar jij als speler ook wel mee bezig bent met zo'n ranglijst? Zit je dan ook zelf ook te kijken? Nou, als ik hier en daar kwartfinale misschien haal, dan zit ik er zeker gebeiteld in? Nee, of ben je daar in zo'n toernooi niet mee bezig? Nee, daar ben ik inderdaad niet mee bezig. Nee, ik vind het wel achteraf, als ik dan zit te kijken, weet je, dan vind ik het wel eens leuk. Van, oh, ik sta nu 18e of 17e. Dat vind ik wel leuk. Maar met toernooien ben ik daar totaal niet mee bezig. Jij hebt het over een negatieve spiraal. Ik ben niet of aan de pas was er ook dat weekend. Ja. Gaat hij er nog bovenop komen? Hij zit terug naar zijn oude pijlen. Het is allemaal zo werken, zwoegen. We hebben het de vorige podcast ook al even over gehad. Over Benito. Ik weet niet hoe medespelers daar tegen aankijken. In dit geval jij. Wat denk jij? Komt het nog goed met Benito? Of is het een beetje zoeken en het eigenlijk net niet halen? Nou ja, kijk, we weten allemaal dat Benito natuurlijk een onwijs talent is. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Want hij heeft nog gewoon top 16 van de wereld gestaan. Maar ja, het is lastig te zeggen. Kijk, als je mij op een briefje zou geven dat 3 jaar geleden dat ik nu de 26e van de wereld had gestaan, ja, dan had ik gezegd van, je bent gek. Maar ja, nu sta ik er toch wel. Ja, zeker. Een andere negatieve spiraal. Hij klimt er wel wat uit, Jelle Klaassen. Ja, beide heren gaan wel zitten in eerste ronde. En dit is eigenlijk het toernooi waar ze zichzelf helemaal terug kunnen krijgen. Zeker. En kijk, het is natuurlijk zuur als je eerste ronde gaat zitten. Kijk, win je hem. Is natuurlijk ook goed voor jezelf vertrouwen. Dan ga je toch net wat anders in de volgende wedstrijd. En ja, dat zullen hun denk ik gewoon wat meer nodig hebben.
Ja, aan de andere kant kun je het denk ik toch ook wel positief bekijken. Ik denk dat voor beide spelers een beetje hetzelfde geldt. Dat het al heel erg positief is dat ze er weer een keer staan. Hè. Zeker voor Benito. Was alweer een tijdje geleden. Ja, dat je dan gelijk de eerste ronde eraf gaat, dat is jammer. Maar het is wel weer een overwinning dat hij er weer een keer stond. En ja, ik hoop van ganse harte dat Benito er weer een beetje bovenop kan komen. Want zoals we Benito 2-3 jaar geleden kennen. Ik zie hem nog die finale tegen Peter Wright gooien met 110 gemiddeld. Ja, hij verliest hem dan helaas. Ja, waar is die speler gebleven, vraag je je dan af. Ja, langzamerhand zie je misschien hier en daar kleine stapjes op de terugweg. Nou, we zullen zien of die het gaat, hoe ver hij het nog verder gaat halen uit zijn dal. Hij heeft in ieder geval niet het gevaar dat hij zijn tourcard gaat verliezen. Er moeten hele gekke dingen gebeuren. Wil hij uit de top 64 vallen na dit jaar? Ja, hopelijk kan een volgend jaar op de tour hem er bovenop helpen. Ja, dat zeker. Maar praat hij zichzelf ook niet negatief in? Kijk, hij heeft natuurlijk dat bordenprobleem. Daar heeft iedereen last van. Maar Benito al in het speciaal. Nou kan je het natuurlijk niet alleen de borden kwalijk nemen. Want het is ook gewoon zijn gooistijl. Maar dan wisselt hij van pijlen. Nou is hij weer teruggewisseld. Speelt dat nog mee? Kijk, hij is wel aan twijfel over materiaal. Je ziet bij Peter Wright. Als die één keer met een setje 110 gooit. Dan wisselt hij 2 weken niet. Dat is voor Peter Wright lang. Maar Benito heeft daarvoor niet veel gewisseld. Hij heeft altijd met hetzelfde setje succes gehad. Ik denk meer dat het eigenlijk meer onzekerheid is. Kijk, als je een periode heel slecht speelt, dan zijn darters nogal vrij geneigd om een ander setje of wat anders te gaan proberen. En ik denk dat het gewoon meer onzekerheid is, omdat je gewoon niet zeker van jezelf bent. Nou ja, dan hebben we Benito behandeld tot zover. De titel ging naar Gary Price, die prolongeerde zijn titel. Vorig jaar pakte hij hem ook. Ja, toevallig of niet, het was de tweede titel, maar 2 keer hetzelfde toernooi. Rob Cross won helaas niet. Niet echt de man van de Eurotour, Rob Cross. Ja, ik weet niet of je dat zo mag zeggen. Ik bedoel, als je Rob Cross dit jaar ziet gooien, en niet alleen op de Eurotour, maar ook op de vloertoernooien, ja, dan lijkt daar toch eigenlijk heel weinig mis mee. Ik bedoel, die man die staat verschrikkelijk goed te gooien. Maar iets winnend afmaken, dat lijkt me niet te lukken. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Misschien heeft Jeffrey een idee. Ja, ik zou het ook niet weten. Tegen jou heeft hij er in ieder geval geen last van. Tegen mij had hij er geen last van, dus daar heb ik geen antwoord op. Nou, aan de ene kant wel. Aan de andere kant heb jij hem dit jaar op de Eurotour natuurlijk wel gepakt. Klopt, ja. Dat was nadat hij jou natuurlijk ook in Ahoy verslagen had. Was dat voor jou nog een bijzondere overwinning? Wat zie je wel, na het WK en na Ahoy, ik kan Cross pakken? Nou ja, kijk, ik had natuurlijk al nog meerdere wedstrijden na Ahoy tegen hem gespeeld. En het was een soort van bevrijding, zeg maar, dat ik eindelijk hem te pakken had. Dat je denkt van, zie je nou wel van, je hebt me nou een keer te pakken en weet je, nou kun je gewoon vaker gewoon zo tegen hem spelen. Is het dan toch echt waar dat een speler dan toch een bepaalde blokkade heeft als hij een tegenstander heeft waarvan hij een paar keer verloren heeft? Jazeker. En kijk, die blokkade moet je gewoon een keer verbreken. En ja, dit keer was hij eindelijk verbroken. Ja, nu heb je een soort van, ja, toch wel een bevrijdend gevoel. Ja. Op het moment van de opname van deze podcast moeten we nog naar Gibraltar natuurlijk. Maar het EK, die zit er ook aan te komen. De Nederlanders die zeker / moeten hele gekke dingen gebeuren mochten ze eruit vallen. Michael van Gerwen, Jermaine Wathimena, Vincent van der Voort en natuurlijk Jeffrey de Zwaan. Ja, die zijn zeker. Die zijn zeker. Danny Noppert, die moet minimaal 1 wedstrijd winnen om überhaupt nog kans te maken op deelname. Ja, het is eigenlijk vrij simpel de situatie van Noppert. Hij staat op 10.000 ponden op de Eurotour ranking. Met de 1.000 startgeld meegerekend van aankomend weekend. John Henderson staat 32e, die heeft al 11.000. Dus Noppert moet minimaal 1 wedstrijd winnen om ook op 11.000 te komen. Dan gaat hij op countback, dat is het prijsgeld van de laatste 4 toernooien. Gaat hij John Henderson voorbij. Dus 1 wedstrijd winnen, de tweede ronde halen, kan voor Noppert genoeg zijn. Maar dan moeten we Justin Pipe even in de gaten houden. Die heeft zich ook gekwalificeerd en staat al op 11.000 pond met het eerste ronde geld erbij. Met andere woorden, Pipe mag eigenlijk de eerste ronde niet doorkomen. Want dan is een tweede ronde voor Noppert dan niet meer genoeg. En we hebben natuurlijk nog Michael Smit onder hem staan. Die staat op 9.000, maar is wel als geplaatste speler in Gibraltar aanwezig. Wat inhoudt dat hij de tweede ronde mag gaan instromen. Ja, weet hij die te winnen, pakt hij in 1 keer 3.000 en komt hij dus op 12.000 totaal. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de mannen die Noppert in de gaten moet houden. Ja, gaan die verder komen, zal Noppert ook verder moeten komen. Het opvalt, 2 namen. Kim Huibrechts, Michael Smith. Vaste major spelers. Ik denk dat Kim daar ook wel toe behoorde. Zeker tot 1 à 2 jaar terug. Vooral Michael Smith. We kunnen alles het borden de schuld gaan geven. Ja, ook wel ongeluk gehad over Barneveld in Zwolle. Tweede ronde. Maar ja, hij staat niet voor niks zo hoog op de wereldranglijst.
ik vind eigenlijk dat hij echt wel een minimaal Eurotour had mogen winnen of finale halen. En je ziet hem echt zo struggelen op die Eurotour. En dan op de matchplay haalt hij ineens weer finale. Wat is er voor Michael Smith zo anders aan de Eurotour? Denkt hij er te licht over? Heb jij er enig idee van? Ja, het zou kunnen dat hij daar iets te makkelijk over en over denkt. Kijk, we weten allemaal, als we een tv-toernooi moeten gooien, ja, dan ga je er toch anders in. En ik denk, ja, het zou best kunnen hoor, dat hij er over de Eurotour te makkelijk denkt. Ja, op de Player Championship heeft hij het niet. Dan had hij, nou, ik wil niet zeggen met gemak, maar als hij komt is het meestal wel een kwartfinale minimaal. En dat valt toch op dat hij op de Eurotour zoveel problemen heeft. Denk je dat hij ook mentaal zoiets heeft van, ah, gaat het podium weer op, bord zal wel fout zijn, het zal wel weer. Want dat is bijna elke keer op de Eurotour dat Michael Smith problemen heeft met de borden. Nou, ik denk als je daar heel een paar wedstrijden achter elkaar last van hebt, dat je daar wel over na gaat denken van, ja, zie je wel, dan sta ik dadelijk weer op het podium en dan vallen weer een paar pijlen eruit. Ik denk, ja, als je dat een paar keer achter elkaar hebt meegemaakt, dat je daar best wel over na gaat denken, ja. Ja, over het bordenprobleem. Hij had op de World Cup ook. Het toernooi wordt georganiseerd door PDC Europe. Eurotour wordt ook georganiseerd door PDC Europe. Slaan ze de borden goed op? Wat zal er wezen dat het bij de PDC Europe toernooi heeft Michael Smith al de problemen met de borden? Heeft om het een opslag te maken? Ja, Michael Smith is natuurlijk niet de enige die daar problemen met de borden heeft. Ik bedoel, we hebben al heel veel wedstrijden gezien met belachelijk veel bounce-outs. Maar goed, ja, het valt wel op. En als je dan vanuit de PDC eigenlijk inderdaad alleen maar reacties krijgt van het ligt aan de pijlen van Whitlock. Of dan komt Christopher Kemp met de statistiek dat het aantal percentage bounce-out eigenlijk niet meer is dan normaal. En dan lijkt het wel of de PDC alles wil eraan doen om het probleem een beetje weg te moffelen. Ja, in mijn ogen is het probleem er gewoon. En waar het aan ligt, ik weet het niet. Maar ze moeten het wel oplossen. Aangezien Michael Smith zich op Twitter ook, die zit ook bij Unicorn. En die heeft ook rechtstreeks naar Unicorn gestuurd. Ervaar jij bordproblemen? Ik heb nergens nooit last met borden, nee. Ervaar jij wel dat ze harder zijn, zachter zijn? Heb je daar wel... Ja, oké. Okay. Ja, er zit af en toe wel verschil in een bord. De een is wat harder, de een is wat zachter. Maar ja, kijk, ik heb best wel een vrij harde gooistijl, laat ik zo zeggen. Ik heb daar nooit last van. En heb jij dan ook zoiets als je een tegenstander wel de ene bounce-out naar de andere ziet oprapen van de grond? Ja, dan moet jij je speelstijl maar aanpassen? Ja, ik vind het totaal niet echt hoor, dat hij ze opraapt. Als ik het maar niet ben. Ja, dat zeg ik heel eerlijk. Ik vind het leuk om te zien ook. Ja. Ja. Nee, dan geven we je groot gelijk in natuurlijk. Wat verwacht je van het EK? De World Cup komt natuurlijk nog, gaan we het echt zo over hebben. Maar verder vooruitkijkend, wat verwacht je van het EK? Ja, wat verwacht ik? Kijk, ja, het ligt ook natuurlijk weer aan de loting. Ik heb niet altijd echt geluk gehad op tv-toernooien, laat ik zo zeggen. Nou, dan hebben we de EK-race behandeld. Dan gaan we naar de Player Championship. Zijn er in de tussentijd zijn er 4 gespeeld. Midweekse speelronde ook. Gaan we beginnen bij Player Championship 23. Ik weet nog dat ik in de auto zat en dat ik dacht, die de Souza, die is niet te stoppen vandaag. Nee, nou ja, het zat er misschien al wel een klein beetje aan te komen. Die gekke Portugees, zoals ik hem dan maar noem, die in één keer op die Tour verschijnt, doet het gewoon verschrikkelijk goed. Heeft al eerder een finale gehaald natuurlijk. Goede prestaties neergezet. Maar goed, wat hij nu toch weer liet zien in die finale, even Gerben Price opzij zetten, 8-1. Ja, misschien toch wel weer een doorbraak van een speler. Ken jij hem een beetje, Jeffrey? Nou, ik zie hem wel eens, ja, maar niet dat ik met hem spreek of zo, nee. Maar ja, ik heb wel een paar keer tegen hem gespeeld en wel altijd moeilijke wedstrijden gehad, ja. Het lijkt mij een hele vreemde tegenstander om mee te gooien. Aan de ene kant oogt hij stoïcijns, maar aan de andere kant heeft hij toch af en toe wel zijn maniertjes en zijn gebaartjes. Is het een fijne tegenstander? Nou ja, ik heb geen problemen met hem, hoor. Ik vind het gewoon wel prettig om tegen hem te gooien, ja. We zien de laatste jaren wel wat meer spelers uit Spanje en nu ook Portugal op de Tour verschijnen. Hoe gaat dat op zo'n Tour? Mengen zich die onder de andere spelers of blijft dat als clubje Zuiderlingen toch een beetje bij elkaar hangen? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, het zijn wel meer clubjes. Je hebt zeg maar de Belgen die zitten vaak bij elkaar. Dan heb je natuurlijk de Spanjaarden, Portugezen die bij elkaar staan. Ja, en de Nederlanders onder elkaar. Dus je hebt wel bepaalde klikjes en groepjes, die heb je wel. Danny Noppert en Vincent van der Voort verloren bij de laatste 16. Marco Vergerwe, die één van de vier toernooien, van de Player Championship heeft gespeeld. Die na één dag weer vertrok. Die verloor net als Jermaine, wat hij meende in de kwartfinale. Laatste 32, 103 gemiddeld. Verloren tegen Rob Cross. Die weer met 114,2 gemiddeld staat te gooien.
Het is eigenlijk bizar. Elke wedstrijd tegen Cross is dik 100 plus. Maar je gaat er wel 6-1 af. Ik ga er wel een keer vanaf, ja. Ja, het is gek. Hij kan het elke keer tegen mij. Ik weet het niet. Hij moet elke keer mij hebben, denk ik. Ben jij een tegenstander waar de tegenstander makkelijk tegen gooit? Dat denk ik wel. Kijk, mensen weten ook natuurlijk dat ze best wel hoog niveau moeten gooien om van mij te kunnen winnen, laat ik zo zeggen. Dus ja, ik denk dat, en ook omdat ik een vrij snelle speelstijl heb, zeg maar, is het denk tegen mij best wel makkelijk gooien. Ja, dus je haalt eigenlijk het beste in je tegenstanders naar boven op die manier. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus de Sousa won met 8-1 van Price. Dan gaan we naar een dag later. Ja, ik denk wel een beetje de man van de vloer dit jaar, James Wade. 8 zegt tegen Dave Chisnell. Chisnell met zijn nieuwe pijlen. Op de Eurotour hetzelfde probleem als Michael Smith met de nieuwe pijlen. Veel pijlen die eruit vallen. Een beetje om hopeloos van te worden. Kan wel tekort in de finale tegen James Wade. Schitterende finale overigens. Ja, James Wade erg sterk op de Tour dit jaar. Ja, echt toch bijna wel weer de oude James Wade. En misschien nog wel net ietsje beter dan dat. Met name scorend vind ik hem echt wel gegroeid de afgelopen jaren. Ja, hij laat het dit jaar de hele tijd op de vloer zien. Ik ben heel benieuwd wat we van James Wade kunnen gaan verwachten in de komende maanden met de tv-toernooien. Ja, onderweg naar de titel versloeg hij Raymond van Barneveld. Die een beetje hoop op de vloer liet zien door de laatste 16 te halen. Net als Ron Meulenkamp en Benito van der Pas verloor hij in de laatste 16. Je meent wat hij meenaar bereikte, vierde kwartfinales. Die blijft wel erg stabiel, hè, op de vloer. Ja, die is ontzettend constant. Tiende op de Players Championship ranglijst ook. Ja, hij heeft gewoon een ontzettend goed jaar gehad. En die is nu wel net de top 16 ingedoken. Is daardoor geplaatst voor Gibraltar. Ja, en beloont zichzelf gewoon op die manier voor een ontzettend sterk jaar. Ja, hij beloont zich. Maar op de majors laat het echt te wensen over bij Jermaine. Ja, nog wel. Dat is denk ik toch een beetje een ander verhaal voor wat hij meena zodra het grote podium opkomt. Ik vind hem dan toch altijd wat minder rustig ogen, zoals bijvoorbeeld een Jeffrey oogt zodra hij zo'n podium opstapt. Ja, ik hoop voor wat hij meena dat hij daar meer gewend aan kan raken. Dat het misschien wat gewoner voor hem wordt en dat hij op die manier zichzelf wat minder druk oplegt. Ja, als hij het niveau van de vloer naar de tv weet te halen, dan zit er heus wel meer in natuurlijk. Zelf ging je tweede ronde zitten. Zijn we niet echt van je gewend dit jaar op de Player Championships? Nee, ja, ik weet het. Ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor. Het was misschien een mindere dag, iets minder. Ik heb gewoon verloren, klaar. Dag na, Geert Neentjes, die een goed midweeks weekend gooide voor zijn doen. Zeker voor de eerste keer, laatste 16 op de tweede dag. Maar ja, jij gaat wel weer tweede ronde zitten. Klopt, ja, tegen Geert. Ja, het was een moeizame wedstrijd. Het ging tot 3-3 voor mij nog wel gelijk. Alleen ja, daarna. Ja, iets. De scores gingen minder. Elke keer mijn eerste pal net onder de triple 20. Ja, dan moet ik sowieso best wel wat werken om er langs te kunnen, zeg maar. Ja, dat ging gewoon niet. En de 19 liep ook niet toen. Dus ja, dan loop je gewoon scorend. De vermogen liep ik achter op Geert. Goed, de eerste dag werd gewonnen door Devil Gurney. Die versloeg met 8-5 Nathan Espinel. Heb ik even een quizvraag. Hoeveelste Players Championship titel was dat voor Devil Gurney? Die is voor Jeffrey. Het eerste. Nou, bijna. Dat vind ik dat je er goed in de buurt zit. Het was namelijk pas een tweede. Oh, ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij er al veel meer had gehad. Maar het was inderdaad pas de tweede. Heeft hij evenveel majors als Player Championship titels? Nou, inderdaad. Zijn weinig spelers die dat kunnen zeggen, denk ik. Jeffrey de Zwaan en Jelle Klaassen bereiden de laatste 16. Je speelde tegen Ron Meulenkamp. Nou weten we dat mensen die in onze podcast zitten, de week van tevoren of net de 9 darten missen, zoals Ron Meulenkamp vorige keer, of er één gooien, net als Giet Neentjes. Nou was jij aan de beurt. Nou was ik aan de beurt, ja. Ja, het was ook best wel een leuke wedstrijd tegen Ron. Het ging ook tot 3-3 gelijk en toen, Ron die kon 4-2 maken en die deed het niet. Ik maakte 3-3. En dat gaf mij eigenlijk een soort van boost. Ja. En toen gooide ik die lek daarna gelijk de 9 darten. Ja, toen was het de dak eraf. Toen gingen twee legs daarna was nog 12 en 11. Ja, bizar. Daarna word je eigenlijk met beide benen op de grond weer gezet door Neil White. Die eigenlijk gewoon solide speelt, niet bijzonder of zo. Maar je wordt wel meteen weer met je voetjes op de vloer gezet. Zeker, ik werd met een pak op mijn broek werd ik weer op beide beentjes neergezet, ja. En je voor inderdaad van Ian White met 6-0. Klein White was je tegen. Nou, het mocht de pret van die dag denk ik niet meer drukken. Neem je pontjes mee. Zeker. Het was gewoon een solide dag.
Klopt, inderdaad. En kijk, die wedstrijd ook, ik gooi wel voor mijn 99 punt nog wat. Ja, dus het was voor mij gewoon wel een redelijke wedstrijd. Ja, alleen ja, Ian White gaf me gewoon totaal geen kans. Echt totaal niet. Ik heb misschien twee legs of kans op een dubbel gehad. Ja, die miste ik. Ja, dan wint hij gewoon 6-0. Ja. Ik denk zelf een opsteker voor Mike van Duivenbode. Die pakt een keer de laatste 32. Een keertje geen eerste, tweede ronde voer. Even een paar rondjes verder. Zou goed doen voor zijn vertrouwen, denk ik. Ja, denk ik zeker. Hij doet het ook gelijk twee keer. Dus het vertrouwen betaalt zich ook gelijk uit in de volgende nacht weer zo'n resultaat. Ja, zo zie je toch maar weer dat gewoon een hele goede darter in dat topveld met de beste 128 spelers van de wereld. Ja, dat je daar wel gewoon echt heel goed, heel constant moet zijn. En iedere keer met je beste vorm voor de dag moet verschijnen. Wil je daar wat bereiken? Het heeft eventjes geduurd, maar nu pak je toch mooi eventjes 2000 pond in zo'n weekend. Hij gooide niet tegen jou de dag erna. Ben Sujovic won, overigens. Hij gooide niet tegen jou, maar hij gooide wel een 9-darter. Rob Cross, inderdaad, ja. Ik zag het. Ja. En Ian White ook nog. Ja, Ian White ook nog in de finale. Tegen echt een zeer spannende finale. 8-7. Trek je hem toch niet over de streep, Ian White? Nee, nou ja. We hadden het net over Opsen Sujovic. Ik denk dat ook deze titel Opsen Sujovic gepakt was. Maar als je gaat kijken naar wat White die dag gepresteerd heeft. Behalve dan die 9-darter in de finale. Gooit hij ook nog even 107 gemiddeld in de finale. Ja, met gemiddeldes win je geen wedstrijden. Dat is ook zo, want Sujovic gooit maar 97. Maar weet toch gewoon die wedstrijd over de streep te trekken. Maar de weg naar de finale toe gooit White 115 gemiddeld in de halve finale tegen Steve West. Hij gooit twee keer 104 gemiddeld op een rij tegen Bolton en Nentjes. Hij begon de dag met 104 gemiddeld tegen Dekker. Ja, dat die dag niet won is eigenlijk een wonder. Maar Sujovic weet het toch voor elkaar te toveren. Het is wel des Ian White's, hè? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, op de vloer hebben we natuurlijk regelmatig wel toernooien winnend af zien sluiten. Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat hij dat hier ook zou doen, maar Sujovic wist het toch te doen. Ja, Ian White hebben we het ook wel eens eerder over gehad. De man die het op de vloer ontzettend goed doet, maar op tv maar niet wil lukken. Doet het nu op de Eurotour toch ook wel wat beter dan zijn voorgaande jaren? Wat denk jij, Jeffrey? Gaat het met Ian White toch nog een keer gebeuren op de tv-toernooien dit jaar? Of gaat het er nooit meer van komen? Ik denk dat het een kwestie van tijd is dat hij een keer echt ver op een major gaat schoppen. Kijk, het is een hele onderschatte speler, Ian White. En ik heb best wel vaak tegen hem gespeeld. Altijd moeilijke wedstrijden tegen wat. Ik heb volgens mij misschien 1 of 2 keer maar gewonnen van alle keren. En ik denk dat hij heel erg onderschat is bij meerdere spelers. En ja, ik denk ook... Als het een keer gaat lukken, dan hoop ik dat hij een keer echt ver gaat komen. Ja. Vergelijk jij jezelf wel eens met Ian White? Ik bedoel, op het oog hebben jullie allebei dezelfde rustige werpstijl. Ook allebei in staat om gigantische gemiddeldes aan de dag te leggen. Je kan misschien zeggen dat Ian White daarin wel wat stabieler is dan dat jij dat bent. Is dat iets wat je... Hoe kijk jij naar Ian White? Nou, in Ian White zie ik sommige dingen wel terug in mezelf ook. Hè. Qua rustheid, qua worp. Hij heeft ook een best wel soepele worp. Alleen net op bepaalde momenten waar wel dan de druk erop ligt. Dan zie je hem ook een beetje trillen. Misschien af en toe missen. En dat heb ik ook nog wel eens. En dat zie ik wel in mezelf terug. We hebben de Player Champions redelijk gehad. Stel ik voor om even snel terug te kijken op de andere toeren van de PDC. De Asia Tour is gespeeld. Dubbelslag voor Asada. Ja, Asada doet het daar natuurlijk verschrikkelijk goed op die Tour. Wint inderdaad 2 toernooien op rij. Weet zich op die manier ook te plaatsen voor het WK. Doet dat nog eens een keer dubbel en dwars over door daarna ook de Japanse WK qualifier te winnen. Net zoals vorig jaar. Ja, je hebt daar toch wel echt een top 4, een top 5 die er bovenuit steekt. En Asada is er daar eentje van. Die top 4 gaat sowieso naar het WK. Saigo Asada, Paul Lim en Noma Lingdem. Ja, en de vriend van Vincent van der Voort komt weer terug. Laurens Ilegan. Zal het shirtje al goed zitten? Ja, ik hoop voor Vincent dat er dit jaar een andere loting uitkomt. Aan de andere kant, als we dat eventjes buiten beschouwing laten. Ja, vind ik dat wel gewoon de beste spelers van die Tour. Zie ik die dan ook graag terug op het WK. Dat zeker. Wat opviel is de Japanse WK-qualifier. Dat Asada daar zelf ook weer aan deelneemt. Kijk, jij bent al geplaatst voor het WK. Kijk, Jeffrey gaat dat, neem ik aan, ook niet in Leeuwarden spelen of voor WK plaatsen, terwijl hij al zeker is. Nee, maar ik denk dat je dat toch iets anders moet zien. De Japanse WK-qualifier is ook gewoon echt een Japanse titel. Je zou jezelf Japans kampioen kunnen noemen als je dat wint. Nou, het eergevoel van de Japanners is misschien wat anders bij ons dan hier in het Westen. Daar was dus voor Asada daar echt wel wat om voor te spelen. Dus hij wilde daar gewoon die titel pakken.
En daardoor gaat nu inderdaad Yamada als nummer 5 van de Asian Tour ook naar het WK. Dus hij bewijst zijn landgenoten ook nog eens een keer een dienst mee. Dat zeker, maar ja, je speelt daar wel voor een WK-plek. Hè? Dus Kuta Suzuki, die verliest daar. Maar die speelt eigenlijk daar wel voor een WK-plek. Dus in principe mocht Asano niet meedoen, vragen dat hij even verder had gekomen dat hij dan wint. Hij krijgt eigenlijk een WK-plek door zijn neus heen geboord. Ja, als je het Suzuki zou vragen, zal hij er minder blij mee zijn, denk ik, ja. Verder is ook weer de CDC toegespeeld. Die heb jij een beetje gevolgd. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet op de voet volg. Ik kijk uiteraard naar wel de winnaars. Nou, dat zijn toch vaak wel dezelfde namen. Darren Young wint er weer eentje. Danny Baggis, die we natuurlijk van het Noord-Amerikaanse kampioenschap kennen. Die wint er ook weer eentje. Ja, en ook daar zijn nu de WK-namen dan bekend. Naast de eerder genoemde Young en Baggis zal Matt Campbell ook naar het WK afreizen. En is die tour nu ten einde voor dit jaar. Dan gaan we down under. De mannen die we de afgelopen augustus veel hebben gezien. Vooral Damon Hetta. Die lijkt bijna zeker voor het WK. Hè? We hebben nog 4 toernooien te spelen. Hij heeft nog 3 punten nodig. Ja, die gaat naar het WK. Daar hoeven we niet lang over te praten, denk ik. En ook dat, denk ik, is heel leuk om te zien. Hoe gaat hij het doen na zijn geweldige optreden in de World Series? Ik ben daar eerlijk gezegd wel heel benieuwd naar. Nou, hij krijgt natuurlijk nog wat podiumervaring cadeau natuurlijk. Want hij is als geplaatste speler naar de AVAS toe. Dus hij speelt de zaterdag pas. Dus hij krijgt echt nog wel wat podiumervaring voor het WK. Denk je dat het goed zal doen? Of is het een eendagsvlieg als Gabriel Clemens op de World Series? Of zal het echt nog een tijdje duren voordat die jongens echt... Ja, Clemens heeft natuurlijk wel een tourkaart. Kijk, die komt er vanzelf wel. Die gaat dan net niet naar de World Grand Prix toe. Nou, moeilijk te zeggen. Tuurlijk zal die podiumervaring Hetta heel erg goed gaan doen. En dat neemt hij ook mee naar het WK. Aan de andere kant moet ik ook weer niet doen alsof het iemand is die de ene na de andere wedstrijd boven de 100 gemiddeld gooit. Dat heeft hij nog niet laten zien. Dat kan hij misschien wel, maar dat zijn toch een beetje uitzonderingen nog geweest. Ja, het kan zomaar zijn dat hij in het WK net een verkeerde loting treft en er gewoon gelijk afgaat. Maar misschien ook wel niet. Ik heb geen idee eigenlijk. We moeten het gaan zien. Verder zijn er ook weer 2 andere namen bekend voor het WK. Benjamin Brandnemer. Het is de tweede Sloveen op het PDC-W. Wordt de tweede Sloveen die ooit op het PDC-WK heeft gestaan. Ja, en Nieten Koeman. Die hebben we vorig jaar ook zien spelen. Is dat zo? Hebben we die vorig jaar zien spelen, Jeffrey? Ja, voor mij wel toch? Ja. Nee, de eerste ronde speelde je tegen mij natuurlijk. Goede herinneringen aan, denk ik? Ja, best wel. Het was voor mij 3-0, dus daar heb ik wel goede herinneringen aan, ja. Om even op in te haken. Wat vind jij ervan dat je daarna s'avonds weer moet spelen? Zeker... Jij hebt wel laten zien op de matchplay. Kijk, als je daar nou een iets mindere speler tegenover zet. Ja, met alle respect. Hè, kijk, je mag ze in principe niet bevoordelen. Maar Jan Dekker, die krijgt een wedstrijd waar hij zich enorm voor moet opladen. En die krijgt bijna een week rust. Ja, kijk, ik zelf vond het best wel prettig eigenlijk, 2 wedstrijden. Omdat ik de eerste, ja, had ik eigenlijk op papier gezien een wat makkelijkere, eerlijk is eerlijk. Ja, en dan heb je natuurlijk al op het podium gezet. En dan ga je s'avonds de tweede keer op het podium. En dan, ja, ik weet niet, dan is de druk heel een stuk minder als bij je eerste wedstrijd. Ja, zo kan je het natuurlijk ook uitleggen. Dus goed dat je dat op die manier zo opgepakt hebt. Is dat dan iets wat de PDC moet aanpassen? Of zeg je van, nee, dit moeten ze eigenlijk juist wel zo houden? Want je helpt misschien de underdog een beetje. Ja, in mijn positie vond ik het wel prettig. Ik ging de tweede wedstrijd het podium op met heel een stuk minder druk en minder stress... Ja, daarom speelde ik ook, denk ik, veel beter als mijn eerste wedstrijd. Die pratnemer, hè? Ken je die trouwens van het YouTube-filmpje? Ik heb geen idee wat jij bedoelt. Ik ben benieuwd. Ja, die man die heeft 2 titels op zijn naam. Het is geen hele gerenommeerde Oost-Europese darter, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Vorig jaar won hij in het Hongaarse weekend beide toernooien. Maar in beide toernooien verrekent hij zich voordat hij voor de wedstrijd mag gooien. En gooit hij zich eigenlijk 2 keer dood. Tenminste, hij gooit zich 1 keer dood en 1 keer blijft hij op dubbel 1 over. Ja, dat is ook wel heel bijzonder dat bij een speler gebeurt. 2 keer in hetzelfde weekend. 2 keer als hij voor de wedstrijd gooit. Maar dan uiteindelijk wel 2 keer het toernooi ook nog wint. Nou, die gaan we straks zien op het WK. Ik hoop voor hem dat hij het rekenen een beetje bijgespijkerd heeft. We hopen het voor hem. Dat hij een telraam bij zich heeft. Dat zal hij nodig hebben. En dan sluiten we de PDC kort af. Gaan we even terug naar eigen land. De NDB-rankings. Bij de heren A won Luc Peters. Met 2-1-6 van Wesley Plaschier. Die hebben wij ook gezien op de Eurotour dit jaar. Wesley Plaschier. Ja, natuurlijk. Verschrikkelijk goede darter. Op de Eurotour deed hij trouwens ook verschrikkelijk goed. Ja, ik ben benieuwd of zo'n jongen ook een keer de stap wil gaan maken naar Q-School. Om te kijken
ja, of die wat op de Tour kan gaan betekenen. Bij de Heren B was een aparte finale, want er was geen finale. Pieter Elsinga bleek te jong om te spelen bij de Heren B, want je mag pas vanaf 18 het podium op. Dus Robin Veenstra kreeg eigenlijk de winst in zijn handen geduwd. Mooi makkelijk. Bij de junioren won Luc van der Kwast. Bij de aspiranten Masilio Balsamano. Bij de meisjes Lorena Rietbergen. Bij de specials Michel Over van Velzen. En bij de paradarters Menno Lammers. Dat hebben we eigenlijk de eerste NDB hebben we gespeeld. Ik was zelf ook aanwezig. Toch veel man, veel banen. Heb jij wel eens NDB gespeeld, Jeffrey? Ik ben inderdaad bij de NDB ook begonnen. Inderdaad, ja, de rankings heb ik zelf bij de jeugd ook gegooid. Wat is jouw ervaring van de NDB? Vind je het een goede zaak? Zou het splitten over 2 dagen eventueel? Erg druk? Ja, ja. Ik denk dat als ze iets meer banen hadden gehad, dat het dan wat sneller, het toernooi sneller verloopt. Kijk, het duurt af en toe nog wel eens te lang, naar mijn idee. Maar goed, kijk, het is natuurlijk een opstapje om ja, eigenlijk de BDO-toernooi op te gaan gooien. En dan uiteindelijk misschien de PDC. Nou, je maakt zelf een stap naar de BDO-toernooi, hè? De eerste meisje bij de BDO is gespeeld. Ja, zeker. En de World Trophy natuurlijk doe jij op. Heel wat Nederlanders aan de start. Zou op tv te zien zijn. Helaas moest je daar toch voor een stream voor betalen. Maar goed, ik heb het wel een beetje gevolgd. En Jim Williams maakt zijn favoriete rol waar. Hij was misschien niet de enige topfavoriet. Maar uiteindelijk over het hele toernooi genomen vond ik hem toch wel de sterkste. Helaas voor Veenstra dat hij in die finale dan tegen Williams eraf gaat. En bij de vrouwen natuurlijk Lisa Ashton. Ja, ongenaakbaar het hele toernooi eigenlijk. Terecht de titel voor haar weer erbij. Wat wel opviel, we zagen Andy Hamilton weer terug, Martin Adams. Adams geen super indruk. Andy Hamilton liet wel even een niveautje zien in de eerste ronde. Dat een hele moeilijke aan Adam Smith-Neal. Hebben we vorige podcast zeker over gehad. Ja, hij pakt hem heel makkelijk. Zoveel overtuiging, rust. Ja, leuk om Hamilton überhaupt weer terug te zien natuurlijk. Ja, ik ben persoonlijk heel erg blij met de regel dat de PDC-spelers ook gewoon nu bij de BDO-toernooien mogen komen en vice versa. Mits ze geen toolkaart hebben uiteraard. Mits ze geen toolkaart hebben en zitten volgens mij nog wat regeltjes met op stream spelen mag, ja, volgens mij dan niet. Maar over het algemeen is die muur toch een beetje weggehaald. Ja, en je ziet er wat voor komt. Carrières kunnen gewoon opnieuw opbloeien. Ja, zeker zo'n Andy Hamilton. Zie jij hem ooit nog de stap terugmaken naar de PDC? Of vindt hij dit allemaal wel mooi? Net als Tony O'Shea, Devil Fitton. Ik vind dat een moeilijke vraag. Kijk, ik ken Andy Hamilton ja, eigenlijk nauwelijks. Niet echt met hem gesproken. Maar ja, het zou best kunnen dat hij weer misschien een keer terug gaat naar de PDC. Maar ik denk het eigenlijk ook weer niet. Nou, dan hebben we nog de 4 BDO-toernooien. En daar zaten eigenlijk 3 Nederlandse winnaars in. Ja, inderdaad. Wesley Harms, om er al mee te beginnen, dat is geen verrassing. Die doet het ontzettend goed. En sinds Durant en McGinney daar weg zijn, ja, lijkt het tijdperk Harms daar toch wel een klein beetje aan te breken. Toch gaat hij er vroeg uit op de World Trophy. Onnodig. Ja, dat dan weer wel. En dat is jammer, want daar hadden we eigenlijk misschien wel gehoopt om Harms wat verder te zien komen. Maar ja, hij had Mark McGrath als tegenstander. En die sloeg de ene naar de andere Nederlander naar huis, waaronder ook Harms. Ja, Wesley Harms won de Engeland Classic en de British Open. En de British Classic, die werd gewonnen door de winnaar van de Cramsey, Dennis Oldecalter. Ja, Danny Oldecalter, ja. En die bewijst zichzelf ook wel een enorme dienst mee. Want hij duikt nu net de top 26 in en staat nu op plaatsing voor Lakeside. Met nog maar 1 weekend te gaan in Brugge straks. Dus ja, een overwinning op het juiste moment, denk ik. Nou, dan wil ik eigenlijk besluiten deze terugblik af te sluiten. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Hockey podcast. Wij zijn aankomende maandag terug met een vooruitblik op de World Grand Prix. En dat zullen wij samen doen met Jeffrey de Zwaan.